Wat is heerlijk aan heerlijk zicht? Ik vind in eerste instantie Diepenheim is al een fenomeen. Dat kun je misschien als heerlijk omschrijven. Maar in het algemeen vind ik, ja, de omgeving hier is heerlijk. We werden vanochtend wakker en het was zo rustig. En mijn kunstwerk in één woord is, denk ik, groei of referentieloos. Waarom? Ik denk in eerste instantie geloof ik heel erg in de dingen op zich zonder context. Ik denk, elke dingen zijn op zich zonder context en wij mensen leggen overal betekenis in. En ik probeer met mijn werk juist het tegenovergestelde te doen, dus zoveel mogelijk weg te gaan van bestaande contexten en de toeschouwer zo ook meer ruimte te geven voor zijn eigen interpretatie, waardoor de toeschouwer dan weer in de positie gebracht wordt om ja, daarover na te denken van hoe hij dingen interpreteert. Dus het is een soort drempel in de waarneming. Ik probeer achter de façade van de waarneming van de toeschouwer te gaan, zodat hij in onze wereld gewoon met iets geconfronteerd wordt wat hij überhaupt nergens kan plaatsen. Hij heeft geen ingang in materiaal, hij heeft heel moeilijk ingang in de kleur, omdat het ook een beetje shady is. En daardoor, ja, daardoor moet hij echt zelf op zoek gaan.